Goedemorgen, dames. Op deze zonnige zondagmorgen, ik weet niet hoe het weertje bij jullie is. Maar hier schijnt de zon in ieder geval al lekker. Nou, vandaag weer een keertje live bij Hobby's. We hebben weer een leuke marathon vandaag. Vandaag ben ik live om 10 uur. Irina zie je om 1 uur. Die gaat aan de slag met de kit So Cool. En dan vanmiddag om 4 uur is Monica live. En zij gaat jullie nog wat onthullen van de adventkalender die we verkopen. Nou, die adventkalender die is inderdaad bijna overal al uitverkocht. Maar we hebben er nog een paar op voorraad. Bij Hobby's, dus vanmiddag echt eventjes mee gaan kijken. Wat ga ik doen? Ik ga vandaag lekker stempelen met jullie. Het is alweer een hele tijd geleden dat we dat live gedaan hebben. Dus ik denk, dat gaan we weer eens een keertje doen. Ik heb voor Hobby's ook leuke nieuwe sets met stempels allemaal in de webshop gezet. Vandaag gaan we aan de slag met de silhouette stempels. Die ik ook op dit kaartje gebruikt heb. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze er niet meer waren. Dat ze al jaren op waren. Maar ja, we hebben ze toch weer gevonden bij Joy in het magazijn. Dus daar ben ik super blij mee dat ik daar nog voor Hobby's weer een kit mee kon maken. Dus daar gaan we straks lekker mee stempelen. Even te kijken waar mijn keukenrol is. Dat iemand die hier gepakt heeft. Oh, hier heb ik nog een stukje. Even alles bij de hand leggen. Wat ga ik allemaal gebruiken? Ik ga bij die set met stempels ga ik ook de Harmony inkt van Spectrum Noir gebruiken. Veel van jullie hebben die al wel eens geprobeerd in een workshop bij ons, bij Joyce of bij mij. Het is een hele mooie inkt. En ja, voor het herkenbare voor jullie zou ik zeggen hetzelfde als... Wil je even de keukenrol pakken? Heeft papa die gepakt? Het is een beetje hetzelfde als de Distress Inkt van Ranger. Hij reageert dus ook op water. Maar ik vind zelf de kleuren van de Harmony Inkt vind ik veel mooier als van Distress. Het zijn mooie, diepe, warme kleuren. En die gaan we dus ook vandaag lekker gebruiken. Nou, je ziet dat het reageert op water. Dankjewel, liefie. Ik heb nog een kaartje al meegemaakt vanmorgen. Nou, inderdaad, ze zijn mooi helder van kleuren, dat zie je wel. Nou, dat spetteren en zo ga ik jullie zo meteen ook allemaal even leren. We gaan werken met mask stencils van Jilly's. Daar heb ik ook die leuke vormpjes mee gemaakt. Nou, dus ik hoop dat ik jullie weer wat kan leren vandaag. Eerst eventjes over de set met de silhouette stempels. Het is een set en die bestaat uit 4 verschillende stempels. We hadden er altijd 4, die kleine silhouette stempeltjes, maar die 4 hadden we dus niet meer. Dus het zijn deze 3 kleine Little Happiness silhouette stempeltjes. Die zitten in de kit voor jullie. En verder heb ik er deze stempelset bij gedaan. Die is voor mij altijd super basic en die gebruik ik altijd heel veel. Met name ook dat script en die spetters. We gaan straks ook eventjes nog leuke labeltjes maken, ook met die stempelset. Kijk, en je ziet ook hier op dit kaartje, dat script kun je eigenlijk ook altijd gebruiken. En dat is heel mooi subtiel als je dat op je kaartjes erbij gebruikt. Dat heb ik hier ook weer gedaan. Niet te veel. Nou, de set met de stempeltjes. 4 verschillende stempels dus. Die 3 kleintjes en de scriptstempel. Bij Hobby's nu geen €29,99, maar €20,99. Als je dit setje met stempels koopt. Nou, we gaan lekker beginnen, dames. Ik vind het zelf ook wel mooi om de kaartjes gewoon mooi plain te maken. Dus niet te veel poespas. Ik heb daar alleen een beetje zwart overheen gespetterd. Ik laat jullie straks ook zien hoe dat we dat doen. Nou, ik begin met een kaartje van 8,5 bij 8,5. En waarom neem ik dat maatje? Omdat dat dan precies past bij dat Jilly's Mask stencil dat ik gebruik. Nou, ook die Jilly's Masks die hebben we ook natuurlijk bij Hobby's. Jullie kennen ze vast allemaal wel. Ik moet hem wel eventjes goed schoonmaken, zie ik. Zo. Ik ga zo even mijn klerenmatje eronder leggen. We hebben bij Hobby's ook een setje met alle Jilly's Mask stencils. Die zijn ook bijna in de handel ook niet meer verkrijgbaar. Leuke printjes zijn dat. Er zijn ook al verschillende lives mee geweest. Maar die kun je dus ook weer bij deze techniek die we vandaag toe gaan passen, kun je die natuurlijk ook weer super goed gebruiken. In die Jilly's Mask stencils, dames, er zit trouwens een gaatje bovenin.
Dat is bedoeld om je stencils bij elkaar te houden met een bindringetje. Altijd makkelijk. Nou, ik ga vandaag met dit Jilly's Mask werken. Met die vierkantjes en die rechthoekjes. Daar kun je dus verschillende layoutjes mee maken. We beginnen eerst gewoon even met die vierkante layout. Dus daar neem ik een kaartje voor van 8,5 bij 8,5. Over het stempelpapier. Wat belangrijk is, die Harmony inkten, die zijn water reactive. Dus dat wil zeggen dat we daar in combinatie met water mee gaan werken. Dan moet je natuurlijk wel stempelpapier hebben wat goed stevig is. Nou, we hebben nu voor jullie Van Crafters Companion een set gemaakt bij Hobby's. Met mooi 300 grams dik waterkolfpapier. Als je dunner papier neemt en je gaat daar op sprayen. We gaan straks ook even met een spraybottel aan de slag. Dan raakt je papier dus helemaal verzadigd. En dan is het helemaal door en door nat. En dan kun je er eigenlijk niks meer mee. Dus we hebben een set voor jullie gemaakt. Met 15 vel van dit waterkolfpapier. Het voordeel van dit waterkolfpapier vind ik ook dat het spierwit is. Je hebt heel vaak ook waterkolfpapier, net als bijvoorbeeld van Schut en andere merken. Dat is net een beetje het wit eraf. Dat is altijd een beetje kremig. Vind ik zelf altijd een beetje viezig. Deze is dus echt mooi spierwit. En verder zit er in die set met het waterkolfpapier zitten die sprayflesjes van Joy. En dat ga ik jullie straks ook laten zien waar we die voor gebruiken. Dat doen we dus om spetters te maken op je inkt. Dus we gebruiken lekkere 300 grams papier. Nou, ik ben alleen maar aan het kletsen. Ik ben nog niks aan het doen. Maar het is denk ik ook wel goed om het even allemaal goed uit te leggen. Nee, Angela van Copics is een hele andere soort papier. Dat is glad papier. En dat is geen waterkolfpapier. Dus dat is iets heel anders. Dus je moet altijd twee technieken scheiden. Dat is als je met alcohol stiften kleurt. Of als je met nat gaat kleuren. Dus met waterkolor. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, Miranda, wat ik zei, dit is 300 grams papier. En ik zou dus, Miranda, als je met water gaat werken, zou ik niet met veel dunner papier gaan werken. Want ja, dan raakt je papier dus helemaal doordrenkt van water en dan wordt het er allemaal niet mooier op. Nou, we gaan hem even op het papier leggen. En je moet hem even vast gaan zetten met een stukje verwijderbare tape. Want doe je dat niet, gaat hij schuiven en dan krijg je geen mooie vierkantjes. We moeten dat natuurlijk aan de achterkant doen. Als we dat hier doen, dan kunnen we niet mooi gaan inkten. Zo. Dus ik neem even een paar stukjes malle tape. Zorg dat hij een beetje in het midden zit. Hè? Dat dus je ruimte rondom bij je mask overal ongeveer hetzelfde is. Komt daar niet zo super nauw, want je kan straks altijd nog je kaartje een beetje bijsnijden als dat nodig is. Zorg altijd wel dat je mask goed schoon is voordat je gaat beginnen. Ik was net dus ook alweer een beetje aan het kliederen. Nou, zat er nog ergens nog een beetje inkt, dan krijg je dus dit. Dus probeer dat even te voorkomen. Schone handen en een schoon mask en een schone kliedermat. Want anders zit alles onder en dat is zonde van je werk. Nou, die zit erop. De Harmony inkt. We hebben voor jullie een toffe set gemaakt. Ik heb ze hier niet allemaal, ik heb er maar een paar neergelegd. We hebben een set met Harmony inkten. Het zijn dus de Water Reactive Dye inkten, dames. Want je hebt ook andere Harmony inkten. Maar die reageren dus niet op water. Dus daar heb je meerdere soorten van. We hebben bij Hobby's een set van 12 stempelkussens. Geen 47,99, maar 38, of 8, zeg ik het nou goed, €30,99. Dus je hebt daar flink voordeel. 12 stempelkussens in verschillende kleuren. We hebben geprobeerd een toffe selectie te maken. Ik denk als het aanslaat zullen we ook nog wel meer setjes met deze inkt te gaan maken. Maar we beginnen eventjes met deze en dan kijken we even wat jullie daarvan vinden. Wat zullen we doen? Welke kleurtjes zullen we gaan gebruiken? Ik denk dat ik eens even voor het blauwe inderdaad ga. Het blauwe misschien met bruin. Dat is denk ik ook wel tof. Die heb ik ook nog niet gebruikt. Nou, zorg dus dat je altijd een paar blending tools bij de hand hebt. En ook voldoende kussentjes voor je inkt. Ik gebruik dus gewoon per kleur een apart kussentje. Die plak ik onder mijn stempelkussens. Anders wordt het zo'n geklieder. Dus bezuinig niet op die sponsjes voor je blending tools. Ook die blending tools met die sponsjes hebben we natuurlijk weer bij Hobby's in de webshop. Voor die bruine neem ik even nieuwe, want die had ik nog niet gebruikt.
Nou, het blenden. Ik denk dat de meesten het van jullie het wel weten, maar ik ga het lekker nog een keer laten zien. Doe je altijd van buiten naar binnen met een ronddraaiende beweging. Dus het sponsje gaat erop. Ik begin met blauw. Je beinkt even je sponsje van je blending tool. Ik heb mijn kliedermatje eronder gelegd, anders wordt mijn mat natuurlijk helemaal vies. De onderkant is zo donker. Heb je je lamp aan? Ja, mijn daglichtlamp staat hier bovenop, Ine. Dus ik weet niet. Volgens mij is het gewoon goed zichtbaar, toch? Nou, als ik zelf mijn beeld even kijk, heb ik volgens mij gewoon goed licht. Maar als jullie het niet goed kunnen zien, moet je nog even roepen. Dan kijk ik even. Maar de daglichtlamp staat gewoon hier erop. Ik zal nog even een ander lampje misschien ook aandoen. Misschien dat dat ook nog helpt. Dan gaan we lekker beginnen. We beinkten onze blending tool. En je gaat dus met een ronddraaiende beweging ga je beginnen met blenden. Zorg dat je niet je blending tool in één keer erop zet. Want dan krijg je dus echt een afdruk van een cirkel. En dan krijg je dus nooit meer weggewerkt. Dus je begint van buiten naar binnen te werken. En het is echt geen onzin. Maar deze inkt van Spectrum Noir, die blendt gewoon heel super makkelijk. Dus vind je dat nog lastig of denk je van nou dat kan ik niet, dan gaat je met deze gaat je daar echt wel lukken. Nou, je kan ook het blauw alweer een beetje door laten lopen in een volgend vierkantje. Ik vind echt turquoise met bruin vind ik ook altijd een hele toffe combi. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar dan gaan we natuurlijk zo zien hoe dat eruit gaat zien. Je mag best in die bovenhoek nog een beetje meer aanzetten. Dus dan druk je gewoon wat harder op je blending tool. Dan krijg je daar dus wat meer kleur. En dan blender je hem eigenlijk, dan waaier je hem een beetje uit. Dan doe je geen nieuwe inkt meer aan je sponsje. Waaier je hem gewoon een beetje uit naar buiten. En dan krijg je eigenlijk dit effect. Nou, hetzelfde gaan we even aan de andere kant doen. Maar dan met het bruin. Dat is dus een nieuw sponsje, dus die moet je eventjes goed inkten. Nou, je kan beter een keertje bij inkten dan dat je te weinig inkt hebt. Het kaartje, dames, is 8,5 bij 8,5 van een stukje waterkolorpapier. Want als je 8,5 bij 8,5 gebruikt, dan past precies dat masker op. Je kan ook in eerste instantie natuurlijk een groter stukje nemen. Dat je hem daarna op maat snijdt. Hè? Het vierkantje, dat kan ook. Maar als je hem 8,5 bij 8,5 houdt, dan is hij precies passend. Nou, hier beginnen we met bruin. Oh, dat is ook een tof kleurtje. Kijk nou. Als hij net nieuw is, moet je altijd even een paar keer een soort van soppen. Zodat hij het beter je inkt oppakt. Kijk, en we gaan die kleurtjes mooi over laten lopen in dat bruin. En dan gaat echt met die Harmony inkten, gaat dat echt super makkelijk. Christa gebruikt altijd deze twee kleuren. Oh, dat is grappig, Christa. Je hebt altijd zo'n voorkeur voor je eigen kleuren, hè? Ik probeer eigenlijk altijd wel een beetje van alles te gebruiken. Kijk, en je hoeft hem niet helemaal vol te smeren. Want het is ook juist wel mooi als je het gewoon hier en daar een beetje lichter houdt, dan krijg je een soort van schaduw krijg je erin. Nou, Christine, jij bent goed bezig dat je je stencils weer eens gesorteerd hebt. Kijk, ik denk dat we hem zo even gaan laten, dames. Dus die gaan eventjes opzij. Vind ik hem hier al donker genoeg? Ja, ik denk het wel. Nou, wat je dan dus kunt doen is dat je je sprayflesje erbij pakt. Dan ga ik jullie laten zien hoe deze inkt dus reageert op water. Kun je twee dingen doen. Je neemt een stukje keukenrol en dan dep je het eventjes af. En dan zie je dat die keukenrol daar dus de inkt wegneemt. En dan krijg je dus al een heel tof effect. Wat ik daarna altijd eventjes doe, is dat ik het met een blending tool, of sorry, mijn heat tool, eventjes droogfeun, want dan, kijk, oh, ik heb nou precies het gaatje van mijn stencil hier zitten. Maar dan plakken we straks wel een vlindertje of zo overheen. Ik ga hem heel eventjes droogblazen met de feun. Kijk, en dan krijg je dus dit effect.
Nou, hoe leuk is dat? Superleuk als we daar zo meteen overheen gaan stempelen. Ik snij hem zo wel eventjes nog een beetje bij. Zodat mijn gaatje niet meer te zien is. Kijk, maar je ziet ook met dit papier. Dat is ook gewoon meteen droog. Dat papier raakt dus niet helemaal verzadigd. En dat gaat niet helemaal vol zitten met water. Want als je dus te dun papier hebt. Kimberly, de vraag wat het verschil is tussen deze inkt en de Distress Oxide. Nou, de Harmony inkten van Spectrum Noir. Dat zijn water reactive inkten. Dat is een beetje hetzelfde als de Distress inkten van Ranger. En de oxide inkten, die vind ik zelf heel erg mat van kleur. Die zijn een beetje een soort, dat zijn een beetje een soort krijtachtige inkten. Waardoor je dus altijd een beetje een vintage effect krijgt. Dat is ook een beetje het idee altijd, hè, van Tim Holtz. Alles moet daar een beetje vintage zijn. Maar ik hou zelf iets meer van wat krachtigere kleuren. Ik snij hem heel eventjes bij, zodat je mijn foutje niet meer ziet. Zo, dan zie je daar bijna niks meer van. Ik hou zelf dus van wat krachtigere kleuren. En dat heb je dus met die Harmony inkten. Zie je, dat zijn mooie, felle, sprekende kleuren. Nou, klein strookje nog eraf, dan zie je niks meer van ons foutje. Zo, en dan is hij ook mooi egaal volgens mij, ja. Nou, wat gaan we doen? We gaan even een silhouetstempeltje uitzoeken. Waar heb ik die neergeplant? Oh, hier. Ik neem er even één die we nog niet gebruikt hadden op mijn voorbeeldkaartjes. Dat is deze, die mooie palmen. Zit altijd ook zo lekker vast als hij nieuw is. Nou, wat je dus kunt doen. Ik ga jullie ook eventjes laten zien meteen hoe je kunt schaduw stempelen. Ik zoek even een goed kleurtje inkt erbij. Kijk, als je dus gewoon net zoals ik alle kleurtjes Memento hebt. Kun je altijd een beetje voor jezelf kijken wat erbij past. Ik doe het wel even met de stempelhulp, want dan kan het zeker niet misgaan. Want het is zonde als je bij dit soort kaartjes natuurlijk misstempelt. Want dan verpest je meteen heel je kaartje. Dus we zetten het kaartje even vast op de stempelhulp. Ik ga zo meteen in twee kleuren stempelen. Dus ik ga eerst heel subtiel, zoals ik hier bijvoorbeeld in grijs gedaan heb. Heel subtiel een soort achtergrondje stempelen. Met een kleur die dus niet zo heel veel afwijkt van mijn gemaakte achtergrondje. En dan ga ik er zo meteen met zwart nog overheen stempelen. Zo. Dus deze komt eventjes hier. Je legt hem gewoon even op de positie waar dat je je stempel hebben wilt. Ik kan het eigenlijk wel wat hoger doen. Want dan kan ik de zwarte afdruk dadelijk een beetje lager zetten. Zo. Dit is echt toveren met inkt. Dit is echt heel leuk, dames. Ja, Kimberly, als je wilt beginnen met stempelen, dan is dit gewoon een hele toffe basis set. Ik zal jullie wat verschillende techniekjes laten zien deze ochtend. En ik wil het ook bewust niet al te complex maken. Want dan denkt iedereen meteen, oh, dat kan ik niet. Maar dit kan echt iedereen. Kijk, dus hier heb ik hem in dat kleurtje gestempeld. Wat de ik heb Peanut Brittle gebruikt van Memento. Die past dus een beetje bij die bruine kleur. He, dat is deze Harmony die ik gebruikt had. En dan is het gewoon leuk. Zorg wel dat je tussendoor al je stempelen zo eventjes goed schoonmaakt, dames. Dan is het dus leuk om zo meteen diezelfde stempel hier nog een keer als een soort schaduw overheen te stempelen. Maar dan gaan we gewoon zwart gebruiken. Angela, je kan met de Harmony inkten kun je niet stempelen. Daar kun je geen afdrukken mee maken. Want het is een water reactive inkt. En dat is hetzelfde als de Distress inkten. Daar krijg je een hele wazige, onscherpe afdruk mee. Dus je kan geen afdrukken maken met die inkt. Daar heb je echt weer een andere inkt voor nodig. En dat kan dus bijvoorbeeld een Memento zijn. Dat kan een Versafijn zijn. Net wat je zelf bij de hand hebt. Ik heb hem schuin liggen, dus ik ga even checken dat ik hem wel goed had. Zo. Nou, deze gaan we even voorzien van zwarte inkt.
Nou, je kunt die kussentjes inderdaad met een klittenbandje onder je stempelkussen doen. Want aan de ene kant heb je al het ene stukje is al plakbaar voor klittenband. En doe je er een klittenbandje onder en dan plak je ze zo onder je stempelkussen. Dat is hoe ik het in ieder geval altijd doe. Oh, wat tof, al die vragen, hè? Leuke dames, dat we een keer aan het stempelen zijn, hè? Is een keer even helemaal wat anders. Kijk, zie je? En dan heb je op deze manier heb je een soort schaduwstempel gemaakt. Dan heb je gewoon een heel tof effect. Super simpel, iedereen kan dat. Dan gaan we er zo nog even een leuke tekst bij stempelen. Even iets leuks zoeken. Of wat we misschien ook kunnen doen, is bij deze misschien een beetje too much. We kunnen natuurlijk ook zo meteen nog een leuk label of zo erop maken. Dat kunnen we ook doen. Ik ga hem eerst even matten op zwart. Op een zwart kaartje. Kijk, dat staat dan altijd wel chic en dan komt hij even net iets mooier uit. Wat ik zelf altijd doe als ik gestempelde kaartjes heb, is dat ik dat vastzet met tacky en niet met lijm. Want het kan dus wel eens gebeuren. Dat door het nat gebruiken dat hij nog een beetje krult. Dat is bij deze dus niet. Want dat is wat ik zeg. Fijn dat we dat 300 grams papier gebruikt hebben. Dan gebeurt er dus lekker niks mee. Oh, we zijn nog niet klaar met stempelen trouwens, dames. Ik wil nog wat accentjes, denk ik nu. Ik ga onze scriptstempel nog even erbij gebruiken. Deze zit ook in die kit met silhouetstempels. En dan is het weer leuk om in dezelfde soort tintjes. Ik neem hier even de Tiel Ziel. Die lijkt weer een beetje op dat blauwe. Om wat kleine accentjes te maken. Dat doe ik in dit geval gewoon uit de losse hand. Dus ik zet die scriptstempel gewoon op mijn hand. Want dat hoeft allemaal niet zo heel strak. Wil ik ook niet. En dan maken we hier zo een beetje script zo. Kijk, zie je hoe mooi dat is? En daarboven willen we ook weer een beetje script. Maar dan willen we natuurlijk dadelijk met die andere kleur. Met die bruine kleur. Hier kan nog wel een beetje script zo terugkomen. Gewoon heel subtiel, dames. Niet te veel doen. Mijn kleurtje Peanut Brittle. Pak ik die bruine weer erbij. Waar ik mee geschaduwstempeld heb. Doe ik weer hetzelfde. Ga ik lekker weer uit de losse hand stempelen. Zo, hier zo'n beetje tussen die zwarte stempeltjes. Hierboven kan ook nog wel wat zo. Kijk, zie je? En dan heb je eigenlijk al een super tof kaartje met een hele mooie achtergrond. In een paar stapjes, een paar eenvoudige stapjes. Nou, dan gaan we dit kaartje al eventjes matten op een stukje zwart. Dit is leuke Angelella stempelen, hè? Zet het dan met 1 mm tape vast. Nee, ik doe het gewoon lekker met mijn 9 mm tackie. Ine, dat vind ik gewoon het fijnste. Weet ik zeker dat het goed vast zit. Ik heb ook geen 1 mm tape. We hebben hobby's alleen 3, 6 en 9 mm tackie. Nou, de 9 is mijn favorietje. Dat weten jullie, dames. De hobby's 6 rolletjes voor €9,99. De 9 mm tackie. Oh, die scriptstempel, Kimberly, die moet je echt gebruiken. Ik ga dadelijk ook nog andere dingen uit die scriptstempel laten zien. Wat je er nog meer mee kunt doen. Kijk, deze komt hier dan op. En dan heb je zo een hele toffe achtergrond. Iets anders leuks, als je gewoon echt mooie, simpele, maar chique kaarten wilt maken. We hebben dus bij hobby's hebben we ook die setjes met kaarten en enveloppen in C6. Er zitten envelopjes bij. Er zijn al dubbele gevouwen kaarten met bijpassende enveloppen. En die gaan we hier lekker voor gebruiken. Dan hebben we een mooie ondergrond. Zo. Je hoeft hem dus ook altijd niet in het midden te plakken. Hè? Je kan ook gewoon dit zwarte hier gewoon opplakken. Dat we hier zo meteen een tekst of zo nog onder gaan stempelen. Zullen we dat ook eerst even doen? Dat is misschien wel mooi, hè? Nou, jullie hebben vast allemaal wel een hoop tekststempels in huis.
Oh nee, Ine, het hoeft van mij niet hoger op de kaart te komen. Dat vind ik niet nodig bij dit soort stempelkaartjes. Dus ik plak het eigenlijk gewoon zo plat erop. Zullen we nog een condoleancekaart maken? Deze condoleancestempel zit bij Hobby's ook in de kit Farewell. Dus in de condoleancekit. Ik vind deze tekst gecondoleerd vind ik echt zo mooi. Die gaan we eronder doen, dames. Het is ook maar net wat je er natuurlijk van maakt. Want nu doe ik er een condoleancetekst onder. Heb je een condoleancekaart. Doe je er een verjaardagstekst onder. Dan heb je gewoon een verjaardagskaart. Het ligt er maar net aan wat voor teksten dat je er natuurlijk bij gebruikt. Zo. Zetten we deze weer even vast. Gaan we onze mooie tekst zo meteen hier onderaan stempelen. Kijk, die past ook precies op die C6 kaarten. Die gaat even opzij. Zo. Onze zwarte inkt. Oh, ik maak er altijd zo'n bende van als ik aan het stempelen ben. Maar dat zien jullie toch niet. Nee, alle andere inkten hebben we nog niet te koop, Nientje. Daar zullen we ook nog wel eventjes voor gaan kijken. Nogmaals, het is gewoon de eerste keer dat we stempeltechniekjes doen bij Hobby's. Zomaar eens even om te kijken of jullie het leuk vinden. En nou, bevalt het, dan gaan we daar natuurlijk zeker nog in uitbreiden. Maar voor nu zijn het even de Harmony inkten die we alleen hebben. Billendoekjes altijd bij de hand, hè, dames. Zodat je zeker weet dat alles goed schoon is. Ik blijf dat zeggen. Nou, die mooie tekst gecondoleerd, die komt op onze basiskaart. Kijk, als je dat met een stempelhulp doet, kan dat ook niet missen. Even de handjes weer schoonmaken. Even kijken, ik miste even een vraag. Ik ga even teruglezen hoor. Vegan set heb ik geprobeerd. Borduren. Nee, borduurdingen hebben we niet meer. Vegan. Dus dat komt bij Hobby's niet aan bod, helaas. We doen het met de dingen die we verkopen. En die we op voorraad hebben, maar we hebben geen borduurspulletjes. Zo, die gecondoleerde stempel kan er weer af. Stempelhulp opzij. En dan nemen we ons basiskaartje. Kijk, en dan kan die zo meteen hier al gewoon super mooi opgeplakt worden. En is de kaart eigenlijk al klaar. Ik ga daar nog een beetje spetteren. De kaart is bij mij nooit af zonder spetters. Ja, Christa, ik moet zeggen, als ik gewoon een scrapkaartje maak, maak ik niet zo'n bende als wanneer ik een stempelkaart maak. Maar dat komt goed. En jullie hebben daar geen last van. Jullie zien dat lekker niet. Nou, 9 mm tacky erop. Oh, ik heb zoveel techniekjes die ik jullie nog wil laten zien. We gaan gewoon nog lekker even verder dadelijk, hoor, dames. Ik ga nog meer kaartjes maken. Kijk, hij hoeft weer niet precies in het midden. Dat vind ik ook juist niet altijd mooi. Deze komt erop. En wat ik zelf altijd nog mooi vind, die hebben we niet bij Hobby's, maar die hebben jullie vast thuis allemaal wel. Is dat je een bijvoorbeeld een Molotov marker erbij neemt. En dan nog heel subtiel wat zwarte spetters maakt. Niet te veel. Ook niet all over. Kijk, gewoon zo'n heel klein beetje. Komt er een live met tips en tricks voor het tekenen en van de build-up mallen? Inge, je zit hier nu bij Hobby's. En Hobby's verkoopt geen build-up mallen. Dus bij Dutch Doobadoo, daar zijn de build-up mallen van. Daar heb je regelmatig live uitzendingen met die mallen. En je kan ook op het Dutch Doobadoo kanaal op YouTube kijken. Daar staan al heel veel filmpjes. Dus die kun je makkelijk terugvinden als je eventjes kijkt. Nou, dit is hem geworden, dames. Tof, toch? Die leggen we opzij. We gaan naar het volgende kaartje. Zullen we nu eens een keer zo'n lange kaart gaan maken? Maken we wel even goed onze mat een beetje schoon. Als daar nog restjes van inkt op zitten, komt dat ook niet goed. Ja, het zijn inderdaad snel klaar kaartjes, Lia, of Ria. We gaan weer ons mask gebruiken van Jilly's. En dan gaan we wat staande rechthoekjes mee maken. Nemen we weer wat mallentape bij, want hij moet weer goed vastgeplakt worden. Ja, maar weet je, met deze inkten heb je echt zo snel resultaat.
Nou, doe dat maar eens inderdaad, Christa. Haal ze maar eens uit het stof. Nou, het is misschien een uitdaging voor de dames die ze al hebben. Om hier even wat in de groep te gaan posten en te laten zien. Wat jullie allemaal voor leuks kunnen maken met die Harmony inkten. Maar nogmaals, dames. We zitten hier nu bij hobby's. Voor degene die het nog niet weet, ik plak hier die jellies ook even af. Die had ik dus straks ook meegeinkt. Chili's of Hobby's is een outlet store van Joycrafts. En daar verkopen we de restanten die bij Joy nog in het magazijn liggen. En die eigenlijk niet veel verkocht meer worden. Ik mag daar altijd setjes voor samenstellen. En die mogen we met een flinke korting mag ik die altijd aanbieden. Hoe heet die tape eigenlijk? Die tape die heet Tacky Tape. Die is 9 mm. Extra sterke tape. En die kun je dus gebruiken om heel veel dingen te plakken. Anita, ik weet zo niet het nummer van deze Jilly's Mask. Maar we hebben een setje met 6 Jilly's Masks in de Hobby's webshop. Dus als je gewoon even Jilly's intoetst, dan zie je die set. En dan heb je daar 6 verschillende mask stencils die ik jullie ook in het begin al liet zien. Waar heb ik ze liggen? Volgens mij heb ik die al ergens aan de kant gegooid. Maar die vind je in de webshop. En dit is er eentje van. Nogmaals, we verkopen bij Jilly of bij Hobby's niks los. We verkopen alles alleen in pakketten. Want we zijn dus een outlet store. En we pakken die pakketten al van tevoren in. Dus die, die liggen gewoon kant en klaar bij Joy in het magazijn. Dus die gaan we ook niet loshalen of zo. En de prijs is dus ook zo scherp. Omdat het dus complete pakketten zijn en geen losse artikelen. Maar je ziet ook in onze webshop van Hobby's hoeveel korting dat je bij iedere kit krijgt. En dat is dus altijd best wel behoorlijk. Het zijn wel altijd restanten. Dus je ziet ook altijd hoeveel er op voorraad zijn. En als ze op zijn, zijn ze ook echt op. En dan komen ze meestal ook niet meer. Dus dan moet je ook inderdaad niet te lang wachten met bestellen als je iets wil hebben. Want anders heb je dus de kans dat je mis gaat grijpen. Ik ga even een andere combi doen. Plum jam met smoked pearl. Even kijken hoe dat uit gaat vallen. Ik vond het grijs vond ik hier ook echt wel super mooi bij je dames. Die heb ik hier dus ook gebruikt. Ik dacht, oh dat is misschien niks, maar dat is toch een hele mooie. Willy, als je zo meteen eventjes in de groep hier kijkt, hebben we alle kits ook gepost. En als je op hobby's.nl kijkt en je toetst even Harmony in, dan vind je de set met stempelinkt. Maar we zullen hier in de Facebookgroep ook zo meteen alle kits die ik gebruikt heb even posten. Zodat jullie ze makkelijk kunnen vinden. Dus dat gaat helemaal goed komen. Plum jam met smoked pearl gaan we gebruiken, dames. Geen idee hoe het uit gaat vallen, maar we gaan het zien. We gaan het gewoon proberen. Ik begin denk ik met de paarse kleur. Inge, stuur maar even geen pb's. Als je vragen hebt, kun je ze of gewoon hier posten in de groep. Of je stuurt even een mail naar info@hobby's.nl. Dan word je ook geholpen. Maar ik zie niet altijd al mijn privéberichten. Dus liever even gewoon je vraag stellen in de groep. Dat is makkelijker. Dan word je zo geholpen door de beheerders. Nou, we beginnen met de paarse kleur, dames. Let's go. In de hoeken zetten we hem dus weer wat harder aan. Zodat we daar een mooie diepe kleur krijgen. En zo waaieren we hem weer een beetje uit. Kijk, dat is 1. Voorzichtig het masker af. Met mijn verwijderbare tape zit hij vast, hè. Zo, die snijden we er daar natuurlijk af. Gaan we weer even verplaatsen. Dus dan ga je je maskstencil weer een tikje verder zetten. Zodat die rechthoekjes zo meteen mooi aansluiten. Zo.
En dan gaan we naar de tweede. Ik ga nu even geen nieuwe inkt op mijn blending tool doen, want die zat er dus nog op. En ik wil dat die dus gewoon overloopt. Babs, ik heb nu eigenlijk gewoon even een stukje papier willekeurig genomen, want dan ga ik nog op maat snijden. Maar ik zal even die andere kaart voor je opmeten. Deze kaart, die had ik, daar had ik het watercolorpapier 20 bij 9 centimeter hoog gemaakt. En daar heb ik gewoon een stuk zwart achter gedaan. Krijg je een mooie langwerpige kaart. Nee, en inderdaad wat Monica zegt, nogmaals, we verkopen geen losse producten bij, bij hobby's. Het is altijd alleen de kits. En daar is de prijs ook naar. We kunnen zulke scherpe prijzen maken omdat we complete sets verkopen. Nou, daar gaan we. Ik doe geen nieuwe inkt op mijn blending tool. Ik ga gewoon een beetje opmaken wat er nog op zat, want dan krijg ik dus een mooi verloop. Zo. Kijk, en meer als dit ga ik niet doen. Want dat is genoeg. Anders kleur je hem helemaal vol en dat moet je altijd een beetje voorkomen. Kijk, zie je, zo heb je een mooie overloop. En dan gaan we nog een derde rechthoek maken. Dat ga ik zo meteen met de grijze kleur doen, de andere kleur. Dus ik zet hem weer eventjes vast. Met mijn mallentape. Nee, Vinkens, het is ook gewoon een beetje afwachten wat er komt, hoor. Ik kan niet op verzoek bepaalde mallen of zo. Ja, dat gaat helaas niet. Het is ook maar net wat we aangeboden krijgen en waar we mee moeten werken. Zo, even de vingers weer schoonmaken voordat het helemaal kaart onder zit. Dan gaan we naar de grijze inkt. Ander sponsje weer erop. En dan begin ik weer aan deze kant, want ik wil hem aan deze kant wel weer wat donkerder aanzetten. En dan laten we hem weer licht uitlopen naar binnen toe, zodat je die mooie overloop met dat paarse gaat krijgen. Ik denk dat het wel een toffe kleurcombi wordt. Nou, je hebt dus in die set met Harmony inkt, er zitten dus 12 verschillende kleurtjes in. We hebben geprobeerd een mooi kleurenpaletje voor jullie samen te stellen. En wat ik zeg, de meesten hebben eigenlijk altijd wel een beetje een voorkeur voor lievelingskleurtjes. Dat heb ik ook. Maar je kunt eigenlijk altijd alles wel voor met elkaar combineren, alle kleurtjes. En ja, ik zou zeggen, doe eens een keer gek. En combineer eens een keer twee kleurtjes met elkaar die je eigenlijk normaal niet zo snel zou gebruiken. En dan kom je toch heel vaak tot een heel verrassend resultaat. Nou, de hoekjes zet ik weer wat harder aan. Je moet hier wel een beetje uitkijken dat je niet te veel over die rand heen schiet. Als je dat stuk dus straks wit wilt laten. Kijk, ik laat hem lekker zo. Ik ga er niet te veel meer aan doen, want anders wordt het echt te. En dat is zonde. Dus mijn mask gaat eraf. Kijk, en dan heb je zo al die mooie rechthoeken gemaakt met je achtergrond. Met je maskstens. Nou, we gaan weer even spetteren, want ik wil nog weer dat die inkt een beetje gaat reageren. Neem een stukje keukenrol erbij en dan ga je hem weer afdeppen. Kijk, en hoe donkerder je kleuren zijn, waar je dus meer inkt hebt, hoe beter die dat water reactive effect dus is. Je kan ook, als je wat grotere spetters wilt, heb ik hier bijvoorbeeld een spetterkwast. Dan krijg je weer een heel ander effect, omdat je dan dikkere spetters maakt. Die deppen we ook weer even af. En op de plekken waar je hem dus afdept, daar neemt hij dus de inkt weg. Nou, ik ga hem even droogblazen met de föhn. Zodat ik zeker weet dat mijn papier goed droog is voordat we er overheen gaan stempelen. Nee, ja, ik gebruik een stencil. Van Jilly's uit onze Hobby's kit met de Jilly's Mask Stencils. Als je op hobby's.nl kijkt, Mea, dan kun je daar alle artikelen vinden.
Of je scrolt hier eventjes door de groep. En daar hebben Jozef en Irina alle kits al gepost. Dus daar vind je alles wat ik gebruikt heb. En anders kun je ook eventjes kijken hierboven op de link. Hobbies.nl, dubbel B, dubbel Z. Nou, dit is mijn basis geworden, dames. Ik ga hem even weer op maat snijden een beetje. Ik laat hem gewoon verder even zo groot. We gaan er even overheen stempelen. Ik wil eigenlijk nou een beetje zo'n soort paars kleurtje, hè? Even in mijn Memento box weer even neuzen. Lilac Possies zou daarbij passen, zegt hij. Kijk, dat is misschien wel een mooie. Nou, we zoeken weer even een silhouetstempeltje uit. Deze gaan we deze keer gebruiken. Nemen we de stempelhulp erbij. Maar ja, en als je het een en ander gemist hebt, je kan straks het filmpje hier ook altijd nog even vanaf het begin af aan kijken in de groep. Hij blijft er gewoon in staan. En even zo. En we zetten hem ook altijd eventjes op YouTube voor jullie morgen. Nou, die komt erop. Ik ga eerst stempelen met die paarse kleur en dan ga ik zo meteen het zwart eroverheen stempelen. Dus we gaan onze stempel weer eventjes beinkten. Zorg dat we er niet te veel naast zitten. En dan maken we een afdruk. Hier een stukje onder, anders zit heel mijn stempelhulp onder. Zo. Dan druk ik hem even goed aan. Kijk, hij heeft hem nou niet helemaal goed gepakt, maar dat is mijn stempelhulp geen probleem. Dan beïnkt je hem gewoon nog een keer en dan kun je het nog een keer doen. Heb je geen stempelhulp, dan is dus heel je kaartje verpest. Nee, hij wil hier echt niet. Het gebeurt wel eens. En die vraag krijgen we ook. Het is op zich wel goed dat dat nu gebeurt. Als je een nieuwe stempel hebt, dat die van het productieproces dus nog een beetje vettig is. Nou, dan ga je hem of een keer in een sopje gooien. Of je doet hem met een binnendoekje, maak je hem even goed schoon. Want dan moet dat vettige laagje moet er eerst af, voordat je een goede afdruk kunt maken. Ik heb hem net toch ook al gebruikt, dus hij moet het op zich wel doen. Gaan we het nog even proberen. Ik weet niet of het met een binnendoekje helemaal goed lukt. En anders gooi ik hem altijd in een sopje met een beetje afwasmiddel. En dan doe ik hem echt met een afwasborstel goed schoonmaken. Nee, hij wil nog niet helemaal, dus ik moet hem daar echt eventjes afschrobben, zie je wel. Maar we gaan hier toch de zwarte stempel weer overheen zetten. Dus dat zien we dadelijk ook niet meer. Die zetten we een beetje zo. Stempelhulp er weer op. Zwarte inkt erbij. Wat gebeurt er als je de skiers omdoet? Eerst zwart en dan de kleur. Dan weet ik even niet wat je bedoelt, alleen. Nee, we hebben geen sets van Memento inkt. Wat ik zeg, Kimberly, we beginnen nu vandaag voor het eerst met stempelen bij Hobbies. We gaan even kijken gewoon hoe dat aanslaat. Als het aanslaat, dan gaan we verder in uitbreiden. Maar dat durf ik nu nog niet te zeggen. We hebben het wel allemaal. Dus wie weet komt er nog meer voor jullie. Maar we beginnen gewoon eventjes bij het begin. En bekijken of de Hobby's klantjes ook stempelaars zijn. Kijk, hij wil nog steeds niet, dus ik moet hem even goed schoonmaken. Maar dan gaan we gewoon oplossen door er zo meteen een label overheen te zetten. Want dan was ik toch al van plan. Die labeltjes, waar heb ik ze liggen? Die zitten ook in die scriptstempel. Ik pak nog even die scriptstempel erbij voor degene die hem niet gezien had. Mijn stempelhulp opzij. Deze leuke set, die zit ook in de stempelset met de silhouet. En daar zitten ook twee van die leuke soort van bannertjes zitten erin. Die gaan we zo meteen ook op dit kaartje gebruiken. Kan ik meteen mijn foutje wegwerken. Kijk, die komt hier zo meteen overheen en dan ga ik een tekst instempelen.
eventjes weer mijn stempelhulp erbij. Die banner die zetten we eventjes vast. Die gebruik ik ook allebei altijd heel vaak, dames. Er zijn gewoon twee losse, een ticket en een bannertje wat je kunt stempelen. Die knip je gewoon eventjes uit. Ik heb die dus ook weer gestempeld op dat watercolorpapier. Hoeft niet per se, want we gaan nu niks met water doen. Maar het is een mooi stevig 300 grams papier. Nou, even een willekeurig leuk stempeltje zomaar. Jullie hebben vast stempels genoeg. Lang leven jij. Zorg dat hij precies goed in het midden ligt. Voordat we de afdruk gaan maken. Stempelhulp dicht. Even beinkten. En dan gaan we even die tekst stempelen. Soms moet je ook echt bij de magneetjes even wat harder drukken. Kijk, maar hij heeft hem gepakt. En dan zie je hoe leuk het is als je in die bannertjes dus gewoon leuke teksten gaat stempelen. Lang leven jij. Nou, hoe leuk is dat? Die komt hier zo meteen overheen. Dat doe ik denk met een beetje foamtape, dat hij een beetje verhoogd opkomt. Waar is mijn schaar in de bende? Zo. Kijk hoe leuk die bannertjes zijn, hè, dames. Ik gebruik die echt altijd heel veel. Hier komt een stukje foamtape op. Kijk, en die banner mag je ook een beetje zo uit laten steken. Nou, kijk hoe leuk dat is. Het is ook wel tof om hier gewoon een wat langere kaart van te maken. We gaan nog even wat accentjes aanbrengen op onze ondergrond. Wel even meteen mijn stempels terugplakken. Dat is voor mij dus het idee. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik gooi dan altijd die stempel aan de kant. In plaats van dat ik hem dan even gewoon meteen terugplak waar die hoort. De scriptstempel gaan we nog even erbij nemen. En dan doen we dat weer met de kleurtjes Memento. De stempelhulp kan weer even aan de kant. Kijk, want hier is het allemaal nog een beetje sober. Daar mag nog best wel een beetje script overheen. Doen we weer uit het losse handje. Zo. Oh, hier is hij zelfs een beetje veel beinkt al. En dan zie je het verschil in. Kijk, hier zie je het beter. Zie je dat? Misschien kan ik het hier ook eventjes met het grijs juist doen. Grijs of zal ik zwart doen? Grijs. Ook die combi van kleurtjes, dames, is altijd gewoon even een beetje een kwestie van uitproberen. Dan zie je zelf wel hoe dat uitpakt. Je mag ook gewoon een klein beetje naast je frames je script stempelen. Dat is ook leuk. Kijk, en dan krijg je dus zo een hele toffe achtergrond. Wat je ook altijd nog kan doen, is misschien ook nog een leuk tipje. Je inkt, bijvoorbeeld je grijze, even op je kliedermat. Neem je een spetterkwast erbij. Even een doekje erbij houden. Je neemt een spetterkwast erbij die dus nat is. En dan kun je dus nog subtiel wat natte spetters maken. Ook met je inkt. Dat kan je dus ook in de kleur doen die je zelf wilt. Hè? In de kleur van je Harmony inkten. Zie je hoe mooi subtiel dat is? Dus dat doe je met een spetterkwast. Je inkt gewoon op je kliedermat en een beetje water erbij. Dat is misschien ook nog een leuke tip. Deze is weer klaar. Nog eentje doen, dames. Ik heb nog wat ideetjes.
We gaan naar de volgende. Wat je ook kunt doen, is dat je een uitsparing maakt in een kaartje. Dorothee, de inkt en de blender zitten niet bij elkaar. We hebben een set met de Harmony inkten. Maar nogmaals, als je eventjes kijkt op hobbies.nl en je zoekt voor de inkten even op Harmony, dan vind je de inkten. En we hebben weer apart bij Hobbies hebben we de blending tools met die kussentjes. Dat is weer een aparte kit. Dus die kun je weer loskopen, want heel veel mensen hebben die natuurlijk al. Dus die hebben we expres los gedaan. Nou, we gaan nog even wat anders doen, dames. Als je dus een stukje papier neemt met een uitsparing, dat kan dus een cirkel zijn, een rechthoek, net wat je zelf wil, gaan we daar ook even een mooie cirkel in blenden. Die gaan we ook weer eventjes vastzetten. Dus we gaan nou niet met een mask werken, maar gewoon met een voorgestanst stukje papier. Even een beetje verwijderbare tape. Ik ben jullie kwijt, jullie reacties. En ik wil wel natuurlijk graag meelezen. Nou, deze gaan we hierachter zetten, zodat hij ongeveer in het midden zit. Komt ook niet zo heel nauw, want anders snijden we hem straks gewoon weer een beetje op maat. Stukje waterkolenpapier dus erachter. Ik heb gewoon maar weer 8,5 bij 8,5 genomen. Welke kleuren gaan we gebruiken, dames? Iets met oranje. Oranje met die Sandstorm. Dat is misschien ook wel een leuke. Die zal ook wel heel subtiel zijn. Die heb ik ook nog niet veel gebruikt. Sandstorm met orange gaan we gebruiken. Sensor moet ik nog een nieuw sponsje voor nemen. Greta, ik had zomaar wat willekeurige tekststempels genomen. Deze tekst bijvoorbeeld van gecondoleerd, die hebben we wel bij Hobbies. Die zit in de condoleance kit. Maar nogmaals, we beginnen gewoon vandaag even voor de eerste keer met stempelen. We kijken of jullie het leuk vinden. Want we hebben nog meer dan genoeg stempels op voorraad bij Joy. Vinden jullie het leuk? Dan gaan we daarin verder uitbreiden. We beginnen met orange, dames, rondom de buitencontouren. Beginnen we weer met blenden. Dit is gewoon een soort hulpstukje, dus dat gaat straks weg. Dus dat geeft niks als je daar over het randje heen gaat. Zet gewoon de randen wat steviger aan. Dan krijg je daar een wat diepere kleur. En dan blend je hem uit met hetgeen wat je zeg maar nog over hebt. Gewoon op je sponsje. Gaan we aan de andere kant gaan we het andere kleurtje doen. Nee, ik zeg die lang leven jij. Die hebben we nog niet bij Hobbies in de webshop. Die... Nogmaals, ik ga even kijken of dat we uit kunnen breiden met stempels. Ik denk dat jullie het volgens mij wel leuk vinden. Dus daar gaan we weer eventjes werk van maken. Nou, dit is een hele mooie subtiele kleur, die Sandstorm. Daar kunnen we dus wel een super mooie schaduw mee maken, heb ik al in de gaten. Want die is mooi subtiel. En dat steekt dan mooi af met dat contrast van die oranje kleur. Kijk, we gaan hem lekker zo laten. Misschien hier langs de randjes nog een beetje aanzetten. Niet te veel. Zorg ook altijd dat je nooit met je vingers op je geïnkte papier gaat, hè, dames. Want je vingers zijn altijd een beetje vettig en dan krijg je dus vlekken. Tja. Ik laat hem nog even zitten, want we gaan er eerst overheen stempelen. We zoeken weer even een leuk silhouet stempeltje uit, dames. Even kijken. Deze gaan we doen, dat is ook wel weer een mooie. Nee, we gaan hem juist buiten de cirkel uit laten vallen, bedenk ik me nu. Oh, kijk eens hoe mooi die cirkel is geworden. Die is tof, hè? Even de handen weer schoonmaken. Dan zit alles zo meteen onder.
Het lijkt wel een beetje een maan. We gaan in die cirkel gaan we zo meteen stempelen. Dan gaan we ook misschien de tekst in stempelen. Of we doen het met een bannertje ook weer. Kijken we zo even. We gaan eerst in ieder geval deze erop zetten. Ik denk dat ik dat ook weer met die kleur Morocco ga doen. Dat is de kleur die dus weer past bij de oranje Harmony inkt. Mijn mallet tape eraf halen. Ja, stempelen is echt heel leuk, dames. En je moet niet bang zijn. Je moet er gewoon aan beginnen. Ik ga hem andersom doen. Want ik wil op het lichte deel ga ik natuurlijk stempelen. Want dat zie je natuurlijk het beste. Dus ik ga op het lichte deel ga ik eerst die stempel zetten. Die mag best een beetje buiten de cirkel uitkomen. Zo. Even de oranje inkt eerst erop, want we gaan weer schaduw stempelen. Kijk, dat ik niet op mijn magneetje zit. Nee. Even de stempel schoonmaken, want dan gaan we zo meteen nog even met zwart weer afdrukken. Die zou ik dan net zo weer een beetje lager doen. Leg je hem zo weer neer. Stempelhulp dicht en we beinkten hem weer met zwart. En die komt er dan weer overheen, die afdruk. Zo. Kijk, en die takjes die steken dan mooi uit in de cirkel die we gemaakt hebben. Nog even goed aandrukken. Kijk, zie je hoe tof die schaduwstempel alweer is? Dat geeft alweer een tof effect, hè? Dan is het mooi om in die oranje cirkel ook een leuke tekst te gaan stempelen. Hebben we nog iets leuks liggen? Ik neem zomaar even een willekeurige tekst, hoor, dames. Die stempels hebben we allemaal nog niet bij hobby's, maar daar gaan we natuurlijk aan werken. Ik zit te denken, kijk, deze is een beetje too much, hè, met een banner. Maar zo moet je gewoon voor jezelf een beetje spelen. Dit is een leuke tekst. Ik ga hem nog niet voorlezen, ik laat het jullie zo meteen zien. Ja, oranje met zwart is ook altijd een toffe combi, hè. Ik ga daar dan straks ook even matten nog op zwart. En dan maken we hem weer op een basiskaartje. Plakken we hem weer op zo'n C6 kaart. Oh, hier zat nog een stempel op. Dat is niet zo handig. Die gaat eraf. Je mag die tekst ook best wel weer een beetje buiten je cirkel natuurlijk stempelen. Dat geeft gewoon een tof effect. Het hoeft allemaal niet zo super strak. Het is echt een grappige tekst. Je bent geweldig. Bijna net zo leuk als ik. Kijk, en zo ziet het er dan uit als je die tekst erbij gestempeld hebt. Misschien dat ik nog heel eventjes met oranje een beetje script ga stempelen. Dat gaan we even proberen. Beetje als finishing touch. Misschien moet ik daar juist een beetje een ander kleurtje voor nemen. Bijvoorbeeld die peanut brittle. Want als ik nou weer die oranje neem, is dat denk ik niet zo mooi. Stempelhulp weg. Script erbij. Dan gaan we heel subtiel een beetje script nog erbij stempelen. Hier en daar, niet te veel. Kijk, ja, dat is precies de goede kleur. Zien jullie dat? Precies de goede kleur, dames. Nou, dit kan iedereen, hè? Nou, dat zou natuurlijk leuk zijn, hè, Ingrid, als jullie allemaal aan het stempelen gaan. Dat is misschien ook wel een leuke uitdaging voor hier in de groep. Allemaal aan de Harmony inkten en aan de stempelkaartjes. Nou, ik neem een stukje zwart erbij. Dan ga ik die gestempelde achtergrond eventjes op matten. Doe ik weer even met mijn tackie. En dan ga ik hem zo meteen, wat ik zei, weer op een C6 kaartje plakken.
toffe combi, hè, dames. De oranje met dat zwart. Zo. Die komt hier op het zwart. Kijk hoe leuk, dames. Dit kan echt iedereen, hoor. Ja, dit gaat snel, hè. In een uurtje inderdaad 3 kaartjes. Ik neem weer even een C6 kaartje erbij. Het zijn die toffe voorgevouwen kaarten van Joy. Even goed doorrillen. Ik denk, wat doe ik? Maar ik heb een dubbele kaart. Dat is niet zo handig, hè. We zijn vergeten om, om nat te spetteren, dames. Ik ga dat nou niet meer doen, want dan loopt mijn zwarte inkt uit. Maar ja, het kan ook inderdaad een keertje zonder. Maar het was misschien wel leuk geweest als we hier een beetje nat weggehaald hadden. Maar dat ga ik niet doen, want dan loopt mijn zwart door. Dus dat is zonde. Bij de volgende ga ik het doen. Ik ga er daar nog één maken. Deze komt weer op het C6. Dan spetten we er zo meteen nog wel even wat zwart overheen. Dat is ook wel mooi. Zit hij recht? Nee, hij zit scheef. Nee, hij zit wel recht. En dan kun je natuurlijk ook nog een stempel op je C6 kaart doen. Op jou. Ik heb hier een heel mooi, subtiel, klein stempeltje. Met alleen de tekst op jou. Er hoort volgens mij nog het woordje proost hoort erbij. Ons kaartje recht leggen, anders kunnen we de tekst natuurlijk nooit recht stempelen. Dan heb ik ergens die stempel op jou weggelegd en die was ook al super klein. Dan nemen we even een andere. Proost een jaar erbij, want op jou heb ik kwijtgemaakt. Die kun je dan dus ook met de stempelhulp tegelijk stempelen. Hè? Je legt ze goed zoals je ze wilt hebben. Ik leg hem zo even goed in beeld op. Zo, even beinkten met zwart. Kijken dat hij een goede afdruk heeft gemaakt. Yes. En dan maak ik zo nog wat zwarte spetters eroverheen. En dan is dit kaartje ook weer klaar. Ik ga even netjes gelijk mijn stempels terugplakken. Voordat ik alles kwijt ben. Proost en een jaar erbij. Zo. Stempelhulp gaat weer even opzij. Neem ik een zwarte molotov erbij. Dan gaan we heel subtiel eventjes kleine spetters maken. Omdat we vergeten zijn om het nat. Met nat ook nog wat spetters weg te nemen. Kijk, dan doen we gewoon deze spetters over het oranje heen. Dan heb je ook een tof effect. Volgende kaartje klaar, dames. Ja, ik heb ook bij andere
Kaartjes heb ik de London Fog inderdaad genomen, hè, dames. Maar ik wil jullie gewoon verschillende technieken laten zien. Ik wil jullie ook laten proberen verschillende kleurcombinaties te durven gebruiken. Dus hier heb ik London Fog gebruikt en hier oranje. Dus, maar niks moet, hè. Je moet gewoon lekker doen wat je zelf mooi vindt. Maar zorg in ieder geval altijd dat je contrasterende kleurtjes vindt. Dus een kleur Memento inkt die past bij je Harmony inkt. Dat is inderdaad wel het mooiste. Nou, deze is toch ook leuk geworden met de oranje. Zo, zullen we er nog eentje doen? Ik ga er nog één maken met die rechthoek. Dit is ook een uitgestanst vormpje. Dat is de laatste die we gaan doen, dames. Nog even om te laten zien. Weer even net weer een beetje anders. Ik heb een rechthoek uitgestanst uit een stukje karton. En dat wordt in dit geval mijn layoutje. Draaien we hem om. Zetten we die, dat hulpstukje, dus dat stukje karton met die uitsparing, zetten we even vast. Even de mat weer schoonmaken, omdat daar misschien nog inkt op zit. Nou, dan gaan we weer met deze. Welke kleuren gaan we gebruiken? Ik ga nog een keer voor het blauw. Blauw met bruin is ook altijd tof. Ja, die gaan we gebruiken. Blauw met bruin. Blending tooltje erbij. En dan beginnen we weer met de blauwe kleur in één hoekje. En dan beginnen we weer met een ronddraaiende beweging de kleur lekker te blenden. We gaan nou niet vergeten om hem zo meteen te spetteren met water, hè, dames. Want het is een mooi groot oppervlak, dus dan is het juist ook wel tof als je daar wat inkt weghaalt met behulp van water. Nou, houden we in het midden houden we hem weer lekker subtiel. Dus we zetten hem alleen hier in die onderhoek, zetten we hem hard aan. En de rest waaieren we hem gewoon een beetje uit met de inkt die we nog op onze blending tool hebben zitten. Dus op ons sponsje. Want er mag ook best wel een beetje gewoon wit in het midden blijven. Bruin. Draaien we hem weer even om. Zorg dat je altijd van je afdraait, dames. Dus dat je gewoon je werk draait. En dat je niet naar je toe draait, want dan gaat het niet werken. We gaan als een speer, Ria. Kaart 4 inderdaad al. Nee, ik vind ook inderdaad ook net voor condoleanskaarten en zo. Is gewoon een stempelkaart altijd gewoon heel mooi subtiel. Dan ga je ook niet over de top, weet je wel. Daar moet je ook altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Je kan moeilijk een scrapkaart sturen naar iemand die een condoleanswens wilt sturen. Het bruin mag hier nog wel een beetje harder aangezet worden. Dus die zetten we nog een beetje meer aan met inkt. En we waaieren hem uit door ons blauwe heen. En zo krijg je gewoon al heel snel een hele mooie overloop. Zie je, die inkt van Harmony die inkte echt, of die blende echt als een tierenlier. Daar hoef je niet zo heel veel moeite voor te doen. En daar hoef je echt geen stempelwonder voor te zijn. Want dit kan echt iedereen. Goede blending, zorg dat je goede blending tools erbij hebt. En dan kun je lekker beginnen. Zo, ik laat de rest laat ik leeg. Want dat vind ik zonde. Dan gaan we zo meteen ook nog even overheen stempelen. Ik ga jullie nu even laten zien hoe je hem ook even erop kunt laten zitten. Dat je dus alleen in het kader gaat stempelen. Dat is misschien ook wel een keer leuk. Inkt te kunnen aan de kant. Welke gaan we gebruiken? Wat hebben we nog? Oh, zullen we deze maar weer een keer doen, die sprieten? Nee, we gaan hem toch afhalen, want dat vind ik toch mooier. Als hij er overheen valt. Kijk, hij zit hier nou niet precies in het midden. Maar die snijden we natuurlijk straks gewoon eventjes op maat. Die hulpdingetjes gaan even weg. En dan ga ik eerst weer stempelen met de tielziel. Met de blauwe. Op het bruine gedeelte van mijn kaartje. Ik kan hem ook zo doen. Dat is ook mooi. Ik ga hem zo doen. Ja.
In de hoogte ga ik hem doen. Kijk zo. Even mijn magneet een beetje opzij, want ik wil hem een beetje meer naar rechts. Ik ga even kijken welke kleur tof is. Misschien moet ik een kleurtje lichtbruin erbij nemen. Desert Sand bijvoorbeeld, of Toffee Crunch. Ja, ik ga Desert Sand van Memento ga ik gebruiken, dames. Oh ja, eerst sprayen. Goed dat jullie het zeggen. Goed opgelet. Eerst sprayen. Ik ben zo into het stempelen dat ik dat weer vergeet. Water. Een doekje. Oh, zou ik het weer vergeten zijn? Goed dat jullie opletten. Eventjes afdeppen en dan blaas ik hem even droog met de heat tool. Oh, iedereen water. Dankjewel, dames. Hoe mooie combi met die twee kleurtjes. Kijk, en het water geeft ook echt wel een tof effect. Ik ga er zelf straks ook nog eventjes met nat met de inkt nog even over spetteren. Om dat ook nog een keertje te laten zien. Magneetjes erop. Stempel erop. Zo. Ik neem een mooie lichte bruine kleur. Dus de kleur Desert Sand van Memento. Even kijken wat die doet. Dat hij een hele mooie subtiele afdruk geeft. Mag ook. Hij hoeft ook niet zo scherp te zijn. Kijk, die is heel mooi subtiel inderdaad. Die kun je bijna niet zien. Maar dat mag ook wel een keertje. Om weer eens een keer van jullie te laten zien hoe dat dan weer uitvalt. Magneetje doe ik even naar deze kant. Want nu gaan we even met zwart eroverheen stempelen. Zo. Neem we weer de zwarte inkt erbij. Nee, ik snij hem straks wel gewoon op maten. Ik ga hem straks even afmaken voor op een kaartje. Ook met een stukje zwart erachter. Maar dat heb ik hier nu nog niet bij de hand. Op maat gesneden voor dit kaartje. Dus deze maak ik na de live eventjes af. Kijk hoe mooi. Nou is die heel subtiel, hè, die schaduw. Zien jullie dat? Kijk, kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kan hier weer zo'n bannertje opmaken. Deze is misschien iets te grof. Ja, die vind ik nog steeds te grof. Of we stempelen weer gewoon een mooie tekst. We hebben bij Hobby's wel deze mooie stempelset van Condoleance. Er zit ook een mooie tekst sterkte op. Die zullen we eens even hierop gaan gebruiken. Nee Ingrid, met Memento kun je geen water gebruiken. Of het kan wel, maar dat geeft niet echt het effect als wanneer je bijvoorbeeld deze water reactive inkt hebt. Sterkte komt hier, die laat ik weer een beetje buiten mijn beinkte achtergrond uitkomen. Even weer de zwarte inkt erop. Zo, en dan hebben we hier weer een mooie tekst sterkte bijgestempeld. Kijk, zie je hoe tof dat is? Stempel erop gaat even opzij. Dan ga ik jullie bij deze nog even laten zien. Zo'n mooie blauwe spetters erop gaan maken met de inkt zelf. Want dan mag best hieronder een beetje. Kijk, ik kan hieronder nou wel weer zwarte spetters gaan maken, maar dat is natuurlijk niet mooi. We doen een beetje blauwe harmony op ons kliedermatje. Nemen we weer die wirekwast erbij.
gaan we heel subtiel. Oh, kijk eens hoe mooi dat is, dames. Genoeg. Genoeg. Kijk, en als ik dit dan zo meteen ook weer eventjes mat op zwart. En dan weer een witte kaart erachter. Heb je ook gewoon weer een heel mooi condoleance kaartje. Nou, ik kan eindeloos hiermee doorgaan, dames. Ik denk dat ik jullie al wel wat leuke ideetjes heb gegeven. Ik pak alles er nog even bij, wat we allemaal gemaakt hebben. Even de verschillende kleurtjes, de verschillende techniekjes met cirkels, hè, met zo'n andere vorm, in dit geval een rechthoek. Ik heb gewerkt met de Jilly's Mask. En natuurlijk de Harmony inktjes. Dus nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending vonden. Even een keertje wat anders. Ik hoop dat we allemaal aan het stempelen gaan. Ria, wat voor inkten ik gebruik? Nou, het is eigenlijk de Harmony inkten en inkten van Memento. Memento heeft ook 36 kleurtjes. Dus er zijn eigenlijk de twee soorten inkten die ik gebruik. Dus met Memento inkten kun je stempelafdrukken maken. Daar kun je teksten mee stempelen. En met de Harmony inkten kun je de achtergronden maken. Dus, maar hebben jullie nog vragen? Ik kan me voorstellen dat het allemaal nog nieuw is. Dan gooi je gewoon je vragen hier eventjes in de groep. Of je stuurt een mail naar info@hobbies.nl. En dan word je ook verder geholpen. Dus nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dan gaan we zeker nog een keer verder op het stempelen. Want volgens mij beviel het jullie wel. Dus we gaan eventjes hierop door. Er komt binnenkort vast wel weer een deel 2. Ik zou zeggen voor nu, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Niet vergeten, om 1 uur is Irina live. En gaat ze ook weer iets leuks maken. Tot straks. Doeg!